Met gierende banden over het asfalt rondjes draaien voor de lol. Je zou het niet 1, 2, 3 verwachten in een land waar het oorlog is. Maar het gebeurt in Oekraïne. En voor het eerst in jaren is er weer het kampioenschap driften gehouden. In Oekraïne een serieuze sport. Het kampioenschap driften vindt plaats op een lege parkeerplaats. In vredestijd komen er 5000 toeschouwers op af, maar oorlog is spelbreker. Driften, dan heb je het over scheurende banden en spektakel. Oorlog en sport gaan hier samen. Того, щоб зберегти спорт в Україні, його треба продовжувати навіть коли йде війна. Het toernooi vindt plaats in een regio waar de oorlog ver weg lijkt. Війна йде не на всій території. Звідси війна тисячу кілометрів. Вся остальна Україна живе, працює задля перемоги. І ці змагання мають бути так, як є: футбол, бокс. Even een verzetje als afleiding van een oorlog die al ruim 10 jaar duurt. Ook hier op de racetrack loert de oorlog. Want elke man tussen 25 en 60 jaar hangt mobilisatie boven het hoofd. Overal zoekt het leger actief naar recruten. Никто не хочет умирать. Переживаем, конечно. Но что делать? Если что, будем отдавать долг родине. Het deelnemersveld is al uitgedund. До войны было два раза больше участников. Очень много было участников. Сейчас сложно, многие не едут из-за ситуации того, что финансовые многие проблемы. Want het is ook een dure hobby, helemaal als de auto uit de bocht gevlogen is. Помилка пилота, трошки. Ну ничего, то перший блинком, як то кажуть. Lang niet alles kan gerepareerd worden. Reserveonderdelen komen uit het buitenland. Якщо немає проблем на кордоні з вельмишановними поляками, то, в принципі, все їде. Maar ze kunnen zich niet met de beste drifters uit Europa meten. Ми не можемо виїхати за кордон на змагання. Відповідно, війна, вона в принципі всюди. Nog een laatste ronde. En terug naar de realiteit van de oorlog.